kan ze mega klemmen houden en dan kun je zo. Kom jij in de chocola? Hoe proeft de brokken? Wij zijn de Bennigers. Familievloggers. Oh, daar komt Luxie ook aan. En we zijn weer lekker in ons eigen huisje. We hebben een super interessante, innoverend cowboy western weekend achter de rug. Dat hebben jullie de afgelopen vlogs kunnen zien. Maar het is vandaag weer maandagochtend. En we zijn weer lekker op. Luan zit hier alweer lekker aan het ontbijt. Papa staat hier in zijn halve naki. Het dan buiten smeren. Nee. Hij zat net in zijn blootje. Hey, goedemorgen. Ik heb gedroomd dat ik heel apart praat. Maar ik moet mijn baard laten staan, want die moet van het weekend weer. Ja, we zijn bezig met een hele leuke cowboy serie op te nemen. We hebben gisteren de eerste draaidag gehad en volgend weekend hebben we nog 2 draaidagen. En dan staat de serie erop. Vandaar dat hij de baard moet staan. Ik heb gemaakt met Lucky. En een hele super gave videoclip te kunnen jullie al zien trouwens op het kanaal van Lula natuurlijk. Ja. Goedemorgen. Kerel, heb jij lekker gedroomd over de cowboys en de cowgirls? Ja. Jawel, hè? En hij zei net al, mam, ik ben heel erg benieuwd naar mijn stunt van met het paard. Ja. Want hij moest in de videoclip, moest hij van het hotel op zijn paard springen. En dan hing hij aan een touwtje, hè jongen? Ja. Een touwtje, kabel, hè? Heel zijn pak aan. Dus we hadden een hele belevenis. En gisteren ook. Gisteren heeft hij ook super leuke. Wat zeg je, schatje? Lucilla is iemand in een kikker aan het toveren. Dat is weer een ander verhaal. Yeah. En gisteren ook met de serie opnemen. Wat vind je daarvan? Acteren met de boeven. Leuk. Ja? Echt een hele spannende boeven. Hè? Snelle Vince. En Wilde William. Die ging jij vangen, hè? Lucky Luan. Zo heet ze. Ja, maar die doen we volgende week. Dat ik ze heb gevangen. Nou ging je zitten die bij ze achteraan. Ja. Ja. Luxie, wil jij een bal? Een bal. Een bal. Mama. Ja, ja. Kijk, ik heb weer een huiswerk. Oh, ja. Luan is helemaal gek van zijn boekjes van school. Kijk, kijk, weet je wat ik boven heb gezet? Nou. Ik moest 13 spelletjes. Goed geschreven, Luan. Want er zijn nog 13 spelletjes over. Oké. Dan zit daar heel veel plezier op school, hè? Ja. Tot straks. Moet je huilen, liefie. Ze is heel verdrietig dat Luan en Lucilla nu naar school gaan en dat zij niet mee mag. Ze was heel erg leuk met Luan en Lucilla te spelen. En opeens moesten ze naar school. Toen moest je huilen. Gingen ze weer naar school toe? Oh, ja, high five deden ze weer. Ja, high five, handje klap. Ja, Lucilla met jouw handje klap. Ja. Ja. Dat vind ik Lucilla lekker, hè? Wij dachten, wij gaan er eventjes uit. De kinderen die zitten op school, het is maandagochtend. Luxie die moest een slaapje doen en Woes en Pip moesten we even uitlaten. Dus Luxie die slaapt lekker even in de kinderwagen. Hondjes laten we even uit. En we zijn hier bij deze mooie plas aan het wandelen. Ik weet niet precies waar we zijn. We zijn heel even... We zijn nu bij Heerdenstrand. Bij Heerdenstrand, dat is bij ons een beetje in de buurt. Nee, we hebben hier nog nooit gewandeld. Maar... Dat is een leuk nieuwe wandelingetje bij mijn meisje. Dus, het is hier wel heel erg mooi. Ja, we dachten, we gaan heel eventjes samen een frisse neus halen naar dit hele innoverende... bijzondere weekend wat we hebben beleefd. Want jongens, wat was dit een ontzettend gave belevenis en bijzondere ervaring die we toch wel met ons gezin, inclusief dieren, hebben mogen meemaken. Ook de kinderen vonden het een super bijzondere belevenis. En op een gegeven moment, Luan mocht op een gegeven moment een scène gaan doen met de boeven, hè, op het laatst met jou. Daniel was de sheriff. Vond hij zo cool. Hij ging ook helemaal in op, alsof het echt was, zeg maar. Hij ging er helemaal in op. Dus dat was wel heel erg leuk. En ook op de set ging het heel goed. Lucilla had ook een paar scènes waarin zij mocht shinen. Ook super leuk. We zijn super benieuwd naar het resultaat. Maar dat kunnen jullie dus nu al zien op onze app. Kijk eventjes op de linkje onder, denk ik, dat we hem neer hebben gezet. Als je deze serie op onze Bellinga TV fan app.
Daar kun je onze Cowboy-serie, de eerste aflevering, al zien. Het zijn meerdere afleveringen, het is echt een hele serie, zeg maar, een heel verhaal. Wat geschreven is in de Western-stijl, superleuk. Als we dan s'avonds in het huisje kwamen, dan gingen we natuurlijk ook nog de vlog editen die jullie hebben gezien. Dus Daan en ik hebben wel wat late uurtjes achter de rug, maar goed, dat hebben we er graag voor over. Absoluut. Maar het is dan wel even fijn om maandagochtend samen rustig. Het is als papa en mama zijn en met drie kleine handen ben ik sowieso tropenjaren. Ja, het is sowieso tropenjaren. We hadden vanochtend wel eventjes de vlogjes teruggekeken van de afgelopen 3 dagen. Ja, dat was heel leuk. Realiseren we het met ons tweetjes, met mijn meisje, eigenlijk wel hoe dankbaar we zijn. Dat we zoveel mooie momentjes mogen beleven. Ja. En we hopen dat jullie meegenieten, want dat is het leukste. Dat jullie met ons mee mogen genieten. Ja. Maar zullen we eens even die passie gaan rondlopen? Ja, ik vind jouw baard wel heel stoer. Ja, ik wou hem eigenlijk afscheren. Ik voel me heel smoezelig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is niet echt Daniel, maar dat is meer Sheriff Dan. Sheriff Dan. Ik heb de stem in de prairie gelaten. Die baard die mag je niet af, want de regisseur zei heel duidelijk. Laat hem staan, want we gaan volgend door. Volgend weekend, ja, gaan we nog de laatste series opnemen. De laatste afleveringen. Ja, we gaan vrijdag uit school er nog weer heen. Ja, het is ook zo'n leuke locatie. Zo. Dus Echt alsof je even in het Wilde Westen bent. Ja, ja, superleuk. Nou, wij maken nog even hier ons rondje af met ons wandelingetje. Met Luxie die lekker slaapt, de hondjes. En geniet even lekker van ons wandelingetje om deze mooie pas. Zo, wij zijn inmiddels weer thuis. We hebben net even wat lekker gegeten. Luxie heeft nog een meloentje in de hand. Ze was in de auto in slaap gevallen toen we aan het wandelen waren. Ze heeft doorgeslapen in de auto. Ik moest nog even boodschapjes doen. Dus ik zei, nou, ik sprint even snel naar de winkel. In de toetoet, hè, was je even aan het slapen met papa. Dan voel je zo'n Pip en papa even op jou passen. En ging mama even snel naar de winkel boodschapjes doen. Hebben we een croissantje meegenomen. Hebben we net een croissantje gegeten. En ik zag nog iets heel leuks. Ja, dat is een binnen, kom je dan weer tegen. En dat is, hè, als mannen er niet naast staan, dan gaan de vrouwen los. Nee, ik was in de supermarkt en ik kwam dit dus tegen. En het zag er gewoon heel erg leuk uit. Kijk, dit. Wat is het nou? Dat wist ik er eigenlijk helemaal niet. Ik dacht in eerste instantie dat het een soort leuk speelkleed was met allemaal dingen en zo. En ik dacht misschien is dat wel leuk om lekker met Luxie te spelen. Maar dat is het niet. Het is namelijk een foam marble run. Nou, daarna ben ik benieuwd of jij weet wat een marble run betekent. Marble run. Ik wist dus ook niet wat marble run betekende. Dus ik zat zo te kijken. Het klikkertjes. Ja. Ik had even opgezocht op internet wat dat dus betekende met de vertaler. En dan kwam inderdaad knikkerbaan uit. Dit is dus een knikkerbaan. Ja. Yeah! En als je goed kijkt, zie je hier inderdaad ook knikkertjes liggen. Daar. Dan zien we van die groene knikkertjes. Dit is dus een soort knikkerbaan. Dus niet echt voor Luxie. Bal. Ja, bal. Dus niet echt een speelkleed voor Luxie, maar meer een knikkerbaan. Dus misschien als Luan en Lucilla zo meteen thuiskomen, is het wel leuk om gewoon lekker een mega grote knikkerbaan in de kamer te maken. En dan gaan we met z'n allen knikkeren. Kijk, er staat 3+. 3+. Dit is niet voor Luxie, baby. Hey. Niet voor Luxie, baby. Ja, 1. Jij bent geen 1, je bent 2. En Luxie zegt heel veel? 1. Nee. Oké, maar ik dacht dus, omdat het van dat lekkere... Ja, ik hoor Daniel alweer in de keuken denken. Kijk, dit is van dat super zachte spul. Kijk, het is super zachte spul. En daarom maakte ik meteen de link. Oh, dat is leuk voor Luxie. Maar goed, het is dus een knikkerbaan. We gaan eens even kijken, Lux, waar we dit in onze riante grote woonkamer kunnen gaan opbouwen. Nee, als we serre hadden, dan kon ik dit dus in de serre opbouwen, Jacques. Nee, we hebben de serre wel, we willen serieus echt wel de serre, alleen we zijn nu gewoon even druk met andere dingen. Dus we weten wel dat we de serre willen en hoe en wat. Jouw vader gaat helpen, volgens mij. Hopen we, misschien, misschien wel. Derde week maart hopen we daar weer op verder. Ja, dus het is in de planning. Maar goed, dat zou nu wel heel handig geweest zijn om aan de knikkerbaan en de serre op te zetten. Maar goed, gaat dus niet. We gaan het hier ergens in de kamer doen. Kijk, er zitten gewoon knikkers bij, Luxie. Ja, bal. Moet je wel voorzichtig mee zijn, hè? Dat zijn geen snoepballetjes, hè? Die kan je niet opeten. Goed? Dit is het plaatje waarmee ik het moet doen. Hiermee, aan de hand hiervan, moet ik hem dus opbouwen. En ik denk, ik ga alvast even beginnen met het opbouwen van de knikkerbaan. Hier heb ik de knikkertjes erbij. Dat als Lucilla en Luan ze meteen thuiskomen, dat ik als een soort verrassing de knikkerbaan al heb opgebouwd in de kamer. En ze meteen kunnen beginnen met spelen. Maar goed, ik weet niet of ik het ga redden, want ze zijn bijna vrij. Dus ik ga even heel snel kijken hoe ik deze knikkerbaan hier in de kamer kan opbouwen. Zodat we zo meteen lekker kunnen gaan knikkeren met de knikkerbaan. Thank you.
thuis. Hij komt uit thuis. Hallo jongen, kom kijken binnen. Mama, wat is dit? Dit is een... Nee, nee. Dit is een mega klikkerbaan. Ja. Ja. Ja, het gaatje, hè? Ja, waar is het begin en waar is het eind? Hier is het begin, maar ja. Dus dan zo. Ja. Zo. Kijk, ik kan wel eens mijn klikker laten zien. Oké. Okay. Ja, maar mom, daar stopt het. Volgens mij kun je alle kanten op met deze knikkerbaan, of niet? Maar mom, kijk, er staan pijlen. Er staan wel pijlen, maar volgens mij is het een rondje. Dus is er geen begin en het eind. Volgens nou, mij. Daar. Oh, dat is start. Oké. Okay. Hey, maar dan kunnen we eens even proberen met een knikker hoe het gaat. Goed? Als je hier zo een knikker hebt, dan moet je met je vinger zo je vinger houden. En dan kun je zo, boom, die knikker duwen. En dat is dus zeg maar knikkeren zo. Boom, en dan rolt hij dus ergens heen. Oké. Okay. Ik ga zo. Ik ga. Nou, klaar voor de start. Oh. Ah. Spelen zijn, heb ik straks een leuke verrassing meegenomen uit de supermarkt. Want kijk eens wat ik hier heb. Donuts! Donuts! Zijn donuts? Yeah. Ja! Eten? Je mag er eentje eten. Ja? En ik had voor mezelf zo'n hele lekkere grote brownie koek meegenomen. Ik zag hem liggen en ik dacht, oh, ik ben er heel erg gek op. Kijk. Die is ook heel erg lekker. We hebben allemaal wat lekkers te snoepen. Ja. Het is wat we hebben gebouwd, vader. Dat lijkt wel op een achtbaan. Ja, dat lijkt wel op een achtbaan. Het is een knikkerbaan, een soort met je kop, maar dan met knikkers volgens mij. Grappig, hè? Ja. Oh, hoe zo Pip. Oh, Pip. Mooi, hè? Dat is lekker, Luxie. Mama, ook een watermeloen? Ja, zeker. Oeh, lekker, lekker, lekker. Mm. Ondertussen is Lucilla lekker in de plofstoel geploft voor de televisie, je schatje. Het is alweer een beetje het eind van de middag, dus ik ga zo weer beginnen met eten koken. Luxie, die zit er ook. Ja, dan ga ik zo laten zien wat ik ga maken. Goed? Luan is inmiddels nog steeds met de foam knikkerbaan aan het spelen, maar hij is... zelf van allerlei dingen aan het bedenken. Ja, Luan Kenner die is heel creatief met dit soort dingen. Dus die zei, mama, ik ga zelf een knikkerbaan bedenken. Dus hij heeft alles een beetje afgebouwd. En dan ben je zelf een beetje andere parcoursjes. Ik wil iets voor Sammy maken. Je wilt iets voor Sammy maken? Ja, ik weet niet. Dan kan je Sammy hier een beetje laten lopen, bedoel je. Dat is ook wel een leuk idee. Ik had toen straks iets in de supermarkt gevonden. Ik had er nog nooit van gehoord. Geen idee of jullie er wel van hebben gehoord. Maar ik had er nog nooit van gehoord. En ik dacht... misschien is het wel een goed idee om dat een keertje te gaan proberen. Namelijk, ja, ik maak het spannend, hè. Broccoli rijst. Aangezien onze kinderen zo goed groente eten, dacht ik, misschien werkt dit wel. Dit is, zeg maar, gewoon hele kleine broccoli stukjes. Kijk, zo, heel kleine broccoli stukjes. En die kun je koken of roer bakken. Ik kan iets met pan. Ik kan ook aardappels doen. Dat ik dit gewoon kook en door de aardappels pureer. No. Nee, niet aardappels. Dat wil ik zo. Kinderen zijn niet zo gek van aardappels.
Ze zijn heel erg gek op pasta. Maar ja, maar iedere keer pasta te eten. Nou, we hebben gisteren geen pasta op. Oké, okay, ja? Maar ik kan ook die kipkrokantjes erbij doen. Ja, ik doe wel aardappels, want ik doe kipkrokantjes erbij. Maar dan wil ik niet aardappels beten. Ja, maar deze ga ik bakken in plaats van koken. Dat is heel lekker. Dan zijn het een soort patatjes. Is het goed idee? Zal ik ze in de aard... Nee, hoe kom je aan de chocola? Hoe kom jij in chocola? Die staat hier. Heb je die uit de koelkast gepakt? Ja, nee. Nee, we gaan nou geen chocola eten. Nee, we gaan geen chocola eten. Leg die maar weer terug. Leg die maar weer terug. Ja. Nee. Ga even. Oh, niet een eikenpop maken. Silla. Nee, dat moet je niet eten hoor. Daar word je ziek van rauw ei. Dat is een rauw... Een rauw ei. Oké. Okay. Jongens, gaan jullie maar even bij de tv zitten. Mama die gaat wat koken. En laat je maar verrassen wat mama zo meteen maakt. Oké. Okay. Ik ga even kijken of ik hier nog wat lekkers in elkaar kan flansen. Ondertussen ben ik eruit. Het is de broccoli rijst geworden met de lekkere kipkrokantjes. En ik heb toch de aardappelrust gedaan. Maar dan in de airfryer. Dan zijn ze lekker krokant en lekker ze een klein beetje op de tatjes. Dan eten ze ze wat beter. Voor Lucilla, alsjeblieft. Ja, je krijgt ook een bordje. Kijk eens, dit is het bordje voor Lucilla. Oh, Luxie toch. Luxie klimt er altijd weer vanzelf in. Ja, nog een beetje blazen hoor, is nog een beetje heet. Ja. Een bordje voor Luan. En een bordje voor vader. Alsjeblieft. Is het lekker, Luxie? Ja, volgens mij vindt Luxie het wel lekker. Hé, schatje? Hoe proeft de broccoli rijst? Hij gaat het helemaal op het lepeltje op. Dit lijkt me een beetje op zijn gerecht. Zoals wat in een lumpia zit. Ja. Oh ja, inderdaad. Daar lijkt het misschien wel een beetje op. Is ook zo gepureerd. Ja. Ja. Nou, goed dat jullie het eten. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op mijn belletje. En we zien jullie graag morgen weer in een nieuwe vlog. Doeg. Lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in